Welkom bij de 6.1 Biocast. Mens en milieu heet hoofdstuk 6. En hoofdstuk 6 heeft natuurlijk weer een aantal leerdoelen. Je moet kunnen uitleggen dat mensen voor hun voedsel, hun water, hun zuurstof, hun grondstoffen, energie en het recreëren afhankelijk zijn van hun omgeving. Je moet kunnen uitleggen dat als er meer mensen zijn, dat er dan meer afval gemaakt wordt. Je moet een paar manieren noemen om dat afval te verwerken. Dus om dat weer tot nuttige dingen terug te brengen. Je moet kunnen uitleggen dat je door bewerken en bemesten van de bodem, net als met het veredelen van planten en dieren, meer voedsel kunt produceren. Ook moet je kunnen uitleggen dat door het produceren van voedsel het milieu wordt aangetast. Je moet kunnen uitleggen dat door het gebruik van fossiele brandstoffen het milieu wordt aangetast en hoe je dat kunt merken dat het milieu wordt aangetast. Ook moet je een aantal maatregelen kunnen noemen om de aantasting van het milieu tegen te gaan. Als laatste moet je kunnen uitleggen waarom maatregelen tegen de aantasting van het milieu over de hele wereld genomen moeten worden. Een schone omgeving heet 6.1. Als mens heb je een aantal primaire levensbehoeften. En dat is, hoe gek het ook misschien klinkt, niet je mobiele telefoon, maar dat is water, voedsel, onderdak, kleding en medische zorg. Dat zijn de 5 primaire levensbehoeften. Het milieu bestaat uit de lucht, de bodem en het water. Deze plant komt zon bij en die haalt mineralen uit de bodem, water uit de bodem, koolstofdioxide uit de lucht en daardoor gaat hij groeien. Hij maakt glucose. En de mineralen en het water zijn anorganische stoffen en daar maakt hij, koolstofdioxide is trouwens ook anorganisch, en daar maakt hij glucose organisch materiaal van. Daardoor is de plant een producent. Water, mineralen en CO2. En die stoffen die komen terecht bij de consument. Toen die eet van de plant. En de vogel gaat dood. De consument gaat dood. En die wordt door een afvaleter klein gemaakt. Ten slotte nog door reducenten, bacteriën en schimmels afgebroken tot mineralen en CO2. En zo is de kringloop rond. Hier weer de plant en weer de zon. Water uit de bodem, die komt terecht in het blad. Koolstofdioxide uit de lucht wordt ook opgenomen in het blad van de plant. Die komen bij elkaar en daarbij ontstaan glucose en zuurstof. En de zuurstof gaat voor een groot gedeelte weer terug de lucht in en de glucose blijft in de plant. Nog een keer een reactievergelijking. Koolstofdioxide en water onder invloed van licht vormt glucose en zuurstof. En je kunt het ook anders opschrijven. De structuurformule. Een C'tje, een O'tje, nog een O'tje. Daardoor wordt het CO2. En water bestaat uit een H'tje, uit nog een H'tje. Die bij elkaar komen en daarmee wordt die dus H2 en nog een O'tje. En daarmee heb je koolstofdioxide en water. En wat er ontstaat is C6, 6 C-atoompjes, 12 H-atoompjes en ook weer 6 O-atoompjes, C6H12O6, glucose, de structuurformule. En er ontstaat O2 zuurstof. Dit is fotosynthese. En wat hier gebeurt, is eigenlijk precies het omgekeerde. Dit heet fotosynthese. En wanneer glucose samen met zuurstof een reactie aangaat, verbrandt, dan ontstaat CO2 en H2O. Dus eigenlijk is verbranding het omgekeerde van fotosynthese.
En water is natuurlijk heel belangrijk. En dat water komt of uit de grond of uit rivieren. En je ziet dat het eerst gefilterd moet worden. Het water wat uit de rivier en meren komt, gaat eerst door een zeef. Komt dan langs een leiding, wordt met chemicaliën schoongemaakt. Wordt hier nog eens omgeroerd, belucht. Dan wordt er chloor aan toegevoegd. Ten slotte gaat het door het zand en nog door een filter, allemaal om schoon te worden. En dan komt hij in een rijnwaterkelder, wordt nog een keer met zuurstof gemengd. En dan pas wordt hij opgepompt en komt hij via de leiding bij jou thuis uit de kraan. En als je dat water gebruikt hebt en je hebt het niet meer nodig, dan komt het in het riool terecht. Je ziet hier dat op verschillende gebieden in Nederland water wordt gehaald uit de oppervlakte, dus uit meren en rivieren, en andere gedeelten, zoals bij ons, uit de grond. Maar dan moet het wel schoon zijn natuurlijk. Hier zie je het aantal inwoners van Nederland en je ziet in het blauwe de verwachting. En hoe meer mensen er zijn, hoe meer water er gebruikt zal worden. Als je namelijk kijkt, zie je hoe meer mensen er zijn, hoe meer water er onttrokken zal worden uit de bodem. Groen is het totaal. En je hebt dan paars landbouw, geel huishoudelijk gebruik, voor wat je thuis gebruikt. En in de industrie wordt het blauwe gebruikt. En het reservoir is wat je in voorraad hebt. Het water wat gebruikt is, komt terecht bij een afvalwaterzuivering. Hier zie je een schema van zo'n afvalwaterzuivering. Je ziet verschillende bakken en in die bakken zitten bacteriën. En die bacteriën helpen om de organische stoffen af te breken en om te zetten in anorganische stoffen die weer gebruikt kunnen worden. Nederland heeft natuurlijk een bepaalde oppervlakte en die grond wordt voor verschillende dingen gebruikt. 61% wordt gebruikt agrarisch, dus voor de landbouw, akkerbouw en veeteelt. 13% wordt gebruikt voor de natuur. 10% is oppervlaktewater, binnenwater. Voor het verkeer hebben we 3%, wegen en dergelijke. Dan hebben we nog 10%, dat is bebouwd. En dan hebben we nog de recreatie, 3%, net zoveel als de wegen. Daarvoor wordt de grond in Nederland gebruikt. En als je iets weggooit en je wacht tot het afgebroken wordt, nou moet eens kijken hoe lang dat duurt. Als je een klokhuis weggooit, dan is dat na een paar weken afgebroken. Een papier of kartonnen tas duurt al de helft langer. Een sigarettenpeuk, een bananenschil, die is al wat sneller weg dan die sigarettenpeuk. En een blikje, kijk eens hoe lang het duurt voordat een gewoon conserveblikje is afgebroken. Een petflesje, een plastic tas en een stukje kauwgom. In je boek kun je zien dat er nog dingen zijn die veel langer meegaan. Wat betreft het water is er natuurlijk een aantal dingen die je zou kunnen doen om de hoeveelheid water en de hoeveelheid energie te besparen. Je kunt een besparende douchekop nemen, je kunt een spoelbak nemen die ook een manier heeft om kleine boodschappen door te spoelen. Je kunt je regenwater bewaren om de tuin te sproeien. Kortom, een hoop dingen die mogelijk zijn. GFT, dat is biologisch afbreekbaar groente, fruit en tuinafval en daar wordt compost van gemaakt. Blik en glas is niet afbreekbaar. Het duurt tenminste gigantisch lang. Je kunt het wel recyclen. Je kunt dus van glas nieuw glas maken. En van blik nieuwe blikjes. Kleding kan wel of niet afbreekbaar zijn. Dat ligt eraan waar het van gemaakt is. Of het natuurlijke stoffen zijn of kunststoffen. Die kun je in ieder geval wel hergebruiken. Die kleding. Restafval, alles wat er niet bij hoort, is niet afbreekbaar en moet verbrand worden. KCA, klein chemisch afval, is natuurlijk niet afbreekbaar en moet of recycled worden
batterijen en dergelijke, of verbrand. En radioactief afval is niet te verwerken. Het kan alleen maar opgeslagen worden en moet er duizenden jaren blijven liggen. Dit was de 6.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.